Oké, zo niet tegen, Mark. En ik ben de vraag weer met Hudson van Rivière. Volgende hebben we in, als het goed is, ja, Canada. Hebben we in ieder geval een plaatje gepakt, waardoor we nu in ieder geval een beetje een goede plek hebben om, ja, Amerika een beetje te infiltreren met ons legertje. Het zal niet veel zijn, maar we hebben in ieder geval een Fort Lee die we nog een beetje goed aan het bouwen zijn. Dus dat moet helemaal goed komen. In de tussentijd zijn we. Die zijn steeds niet echt goede naval superiority, dus dat moet eigenlijk ook wel even geregeld worden. Maar ja. Eens even zien. Oké, we hebben weer 10 divisies erbij. Oké, deze die ga ik even op een andere zetten. Ik wil ook even vanaf een ander plekje gaan landen. Zien. Alles ga ik proberen om dit gebiedje even te pakken. Gewoon richting Suriname. Want hier moeten volgens mij ook best wel wat resources zitten. Dus zien. Ja, heel wat aluminium was het. Ja, oké. Oké, oh shit. De kriegsmarine is helemaal kapot. Dat is niet fijn. Dan gaan we deze gewoon naar de Kriegsmarine noemen. Zo. Fire it will. Ja. Zo, echt verkouden, jeetje. Oké, de supplies die houden dat gebied wel even mooi. Gewoon overal nucleaire factories maken. Want waarom? We kunnen heel wat nucleaire bommen maken. Dus dan gaan we gewoon overal een beetje overal bouwen.
En dan moeten we ook strategic bombers hebben. Hopelijk hoeven we die niet te researchen. Gaan we vanzelf wel even zien. Production. Met unit destruction. Zien hoe zit het eigenlijk met onze nucleaire bombs. Nog 274 dagen. Oké, deze die kunnen we hier naartoe zetten. Ja, die zijn onderweg. Dus waar zijn ze nu? Oh, oké, ze zijn langs dit eiland gegaan. Ik verwacht wel een klein beetje resistance, maar niet echt veel. Vanwege dat Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk natuurlijk alle drie ook gewoon kapot zijn. Dus dan hebben ze waarschijnlijk niet veel meer, denk ik. Maar hey, we gaan het zien. Nee, ze hebben wel niks zien staan. Top. Wel lekker agressief. Wel vanaf dit gebied kunnen we gewoon lekker even eiland hoppen. Want dan kunnen we sowieso naar dit eiland. Hier naar Curaçao. En dan kunnen we deze eilandjes op pakken. Dan gewoon vanaf dit eiland gewoon richting de Verenigde Staten toe gaan. Och, Frankrijk heeft nog wel een troepje hier staan. Maintenance company 3 en 4. Oké, nu we dit gebiedje ook hebben, kunnen we vanaf hier uit. Zie waar zijn de meeste resources. Zouden we nog wat olie kunnen gebruiken? Gewoon mooi hierheen. Mooi, hier kunnen we ook superiority krijgen.
Als we dat eiland ook kunnen hebben, dat zal wel heel erg chill zijn. Is dat van de VS of van ja, van de VS. Eigenlijk zou ik gewoon een access member in dit gebied moeten hebben. Volgens mij moet het eigenlijk nog wel mogelijk zijn. Ik denk dat het ook met Peru makkelijk moet kunnen. Zou Brazilië maar even een beetje te vriend houden, dat komt goed. Oh, reis. Ground support. Security. Dat is toch wel het beste. Hebben we nog een beetje. Oké, dan gaan we vanaf dit punt. Ik zei vanaf dat punt. Nee. Daar naartoe. En dan kunnen we helemaal hierheen. Ik heb eigenlijk behoorlijk veel divisies hier. Maar dat is mooi. Nee, ik verwacht niet dat Peru me gaat joinen. Nou ja, we hebben in ieder geval een ally erbij, dus dat scheelt. We maar een wat betere strategic bombers regelen. Maar het is zeker ook nog echt de. Oh, de British Raj en de. Verenigde Staten.
Okay, sure. Ik weet niet wat ze allemaal met Finland aan het doen zijn. Toch vind ik dat best wel knap. Ja. Oké, go, go, go. En dan gaan we maar weer lekker agressief bezig. Nou, nu is het gewoon hier lekker eiland hoppen. Okay, sure. Heerlijk eiland hoppen. Man, man, man. Wat valt dit van? Oké, volgende punt. Dat is hier in Jamaica. En daarna in British Mexico. En vanaf dit punt hierheen. Eigenlijk best grappig. Gewoon eiland hoppen. Zouden we ook deze eilandjes kunnen pakken? Dan zijn we al heel dicht bij Florida. Ja, nu gaan de nucleaire bommen beginnen. Nucleaire reactoren, die zijn bezig. Oh, die dingen die waren best wel snel gek. Maar nucleaire reactoren, holy shit, dat zijn er eigenlijk best wel wat. Ah, ik heb ook al de air superiority hier staan. Goh, allemaal daar naartoe sturen. Oh god! Venezuela, holy fuck!
Ziet het eruit dat ik niet als enige ben die nucleaire bommen heeft. Nou ja, ik zit al heel dicht achter hen aan. Fuck het, gewoon allemaal daarheen. Force to be reckoned with. Oké, Washington, jij krijgt er wat van. Oh, daar moet ik airspeurs voor hebben. Shit. Zo. Ah, rood is gewoon goed. Ga ik het gewoon op British Raj doen. Fuck die Delhi. Eerste bommen gedropt van mij. Dus ik ga nu deze aflevering afzetten. Ik kom terug van de. Ga ik er wel. Zie ik volgende keer weer. Later.